Wat verwacht je daarvan dan dit jaar, van Ajax? Ja, ze moeten nog wel voorin wat erbij hebben. En daarom willen ze die Sulemana, hè, zeg ik, zo verschrikkelijk graag hebben. Ik bedoel, Tadić is een buitenspeler die niet super snel is. Berghuis, als die komt, is niet super snel. Dus zij willen er nog eentje met die diepte hebben. Die Braziliaantjes hebben wel diepte. Ja, maar meneer S willen ze toch eigenlijk verkopen. Anthony, die... Maar zouden ze Ihattaren nog pakken? Ja, dus ook, hij zoekt nu naar eentje met snelheid. En die Sulemana, waar ze mee bezig zijn. En ik denk dat ze een grote kans hebben, ondanks het feit dat Manchester United hem wil. Hij, Mark Overmars, heeft zo'n ongelooflijke goede band met die technisch directeur. Dat zijn bijna vrienden, vertelde Overmars me onlangs. En daarom heeft hij die Kudus, want die komt ook van Noord-Sjaland, toch? Dacht ik? Ja. Heeft hij ook voor de neus weggekaapt van echt internationale topclubs zoals Manchester United en Chelsea die hem wilden hebben. Dus ja... Overmars gaat er wel vanuit dat ze hem halen. En ik heb een wedstrijdje van 3-4 gezien. Die is bloedjesnel. Ja? Maar Hans, die spelers... En die heeft dus wel diepte. En... Die spelers komen er toch ook steeds vaker achter. Dat je als 19-jarige knaap wel naar Chelsea kan gaan. Maar dat je dan 6 keer uitgeleend wordt. Precies. Tot je 27e. Ja. Want de laatste nog een, die had 9 clubs gehad. Die speelde mee met wat was het? Engeland? Ja. Maar belangrijk, jij zegt voorin, maar de keeper, wie gaat dat worden dan? Ze hebben, heel toevallig, ik zat net te tellen. Ze hebben 6 keepers. 6 keepers. Ze hebben Pasveer. Maar 1 goede. Ze hebben Stekelenburg. Ze hebben Onana nog. Ze hebben Gorter gehaald. Ze hebben Roggeveen gehaald voor Jong Ajax. Ze willen toch een Turk halen? En ze hebben nog een keeper. Ze willen toch een Turk halen? Echt waar? Dat lees ik elke keer. Nou, hebben ze 7 keepers. Ook voor het laatste voetbalnieuws ga je naar veronicainsight.nl. Doei!